Durf je nog naar de stad te gaan vanwege Utrecht? Het had ook gewoon met zomerfeest kunnen gebeuren afgelopen jaar. Net voor de verkiezingen gebeurt zoiets. Beetje toevallig. Hoe onveilig is de gemeente Nijmegen eigenlijk? Het AD heeft voor heel Nederland de balans opgemaakt voor de jaarlijkse misdaadmeter. Nijmegen is helaas gestegen in de ranglijst van de meest onveilige gemeenten. Van de 355 gemeenten staan wij op nummer 14. Voel jij je veilig in Nijmegen? Ja, ik voel me wel veiliger. En jij? Zeker, ja. Ja, ik vind het wel veilig hier. Elke buurt vind je veilig? Ja, sowieso elke buurt. Hoe veilig voel jij je in Nijmegen? Ik voel me redelijk veilig hier. Ja, veilig. Net zoals hij ook al zei, het kan overal gebeuren. Voel jij je veilig in Nijmegen? Ja, verschillende woonwijken. Verschillende woonwijken. Ik kom zelf uit Heesveld en het is best wel veilig. Als de straatverlichting maar aan is, hè. Hoe veilig voel jij je in Nijmegen? Wow, dat had ik niet verwacht. Ja, ik ben wel safe. Ik voel me wel safe. Voelen jullie veilig in Nijmegen? Ja. Ja. Ik geloof in de law of attraction. Dus wat ik uitstraal, krijg ik ook. Dus als ik de hele tijd bang ben, dan gaan er enge dingen gebeuren. In de nieuwe misdaadmeter staat Nijmegen op nummer 14 van de onveiligste gemeente. Wat vinden jullie daarvan? Slecht. Dus? Ja, ik vind Nijmegen eigenlijk helemaal niet onveilig. Omdat, het is gewoon veilig, want in principe heb je gewoon veel gevaarlijkere steden of wijken. In Nijmegen is het best wel rustig eigenlijk. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik ben daar niet echt mee bezig. Het verbaast me, dat zei ik toevallig gisteren ook tegen hem, het verbaast me dat er nog niks is gebeurd met de zomerfeesten. Had u niet verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht. Ik denk van, ja, Nijmegen is veilig, hè. Moet eens kijken, overdags, lekker druk en zo, maar... Kan ik me niet voorstellen. Ik eigenlijk ook niet, ik voel me gewoon veilig. Wow. Ja, dat is wel heftig. Ja, werd een keer geschoten, een paar maanden geleden hier ook, bij Malfurt, dacht ik, ergens in de buurt, ja. Ik heb geen reden om me niet veilig te voelen gehad, tot nu toe. Ja, kan gewoon normaal over straat, niks aan de hand. Ik krijg er eerlijk gezegd niet heel veel over mee, hoor. Ik zelf ook niet, helemaal niks. Nee. Nummer 14 van 355 is best wel een hoge score, vinden jullie niet? Ja, dat wel, maar ik merk er niet heel veel van. Ik zie Nijmegen best wel links, weet je. Of ja, als een linkse stad eigenlijk. Best wel liberaal of zo. Misschien voel ik me daarom ook een beetje veilig. Maar ja, gebeuren sowieso wel shady dingen. Maar dat is wel in elke stad zo, weet je. Omdat we misschien wat groter zijn dan een andere stad, dat het misschien wel wat meer zo is, durf ik niet te zeggen. Maar het is wel altijd lastig. Eigenlijk moeten we meer loon krijgen. Dan gaan mensen meer accepteren dat vriendelijkheid en zo. En dan komt het denk ik eerder goed dat het minder criminaliteit wordt, denk ik. Ja, of ze stelen juist nog meer. Nee, regentonnen misschien? Hey. Nee, dat klinkt goed. Huts. Ja, oké. Okay. Natuurlijk heeft de gebeurtenis in Utrecht van 18 maart veel mensen geraakt. Maar voelen wij ons daardoor ook minder veilig op straat? Je is zeker naar aanleiding van Utrecht dat je dit vraagt, hè? Ja, dat is best wel heftig, ja. Nee, niet echt. Ik heb ook niet echt het gevoel dat het hier snel gaat gebeuren, meer in grote steden. Als het gebeurt, gebeurt het. Ja, dat is fucked up dan, ja. Een klein beetje bijvoorbeeld met zomerfeesten, dat soort dingen, dan zou het wel kunnen. Maar... Nou, ik voel me wel gewoon nog steeds veilig, want het ding is, kijk, het had ook gewoon met zomerfeesten kunnen gebeuren afgelopen jaar. Of het had ook kunnen gebeuren later met carnaval. Het kan op alle ten alle tijden gebeuren, dus ja. Ik moet eerlijk zeggen, mijn moeder die had tegen mij gezegd, durf je nog naar de stad te gaan vanwege Utrecht? Ik zei, ja mam, ik moet toch naar de stad, ik moet toch naar de winkel. Overal kan er toch een keer iets gebeuren, maar dan kun je ook onderweg, als je met de scooter of met de auto, met verkeersongeluk of verkeersongeval, dat kan altijd gebeuren. Je gaat gewoon zeggen, net voor de verkiezingen gebeurt zoiets. Vind ik raar. Beetje toevallig. En ik ben ook heel blij met de zomerfeestjes, dus ook veel politie door de stad en zo. En ik voel me echt wel veilig. Goed beveiligd, ja. U bent niet bang op straat. Nee. Hoe meer je het in de nieuws zet of zo, hoe meer aandacht je aangeeft, hoe meer mensen het willen doen. Of misschien niet eens voor een terroristische gedachtegang of zo, maar meer voor fame of zo, weet je. Want zulke gekken heb je ook rondlopen op de wereld, weet je. Ja, het is wel erg wat er is gebeurd, maar ja, anders zou je niks meer kunnen doen. Dat is het wel, ja. Het komt iets dichterbij, dat wel, maar het is niet zozeer dat ik niet meer over straat durf. Dat niet, nee. Ik ben meer bang voor mezelf dan voor een andere. Vond jij deze video nou leuk? Geef hem dan een like en volg ons op YouTube en Instagram op WZHV19. Ja, een beetje kut, hè?